Ik zei ja tegen een 1-op-1 coachingstraject met Sarayda, omdat ik echt voel dat als ik meer in de media wil komen en meer business famous wil worden, ja, dat ik daar echt stappen in moet zetten. En ik heb ook geleerd dat als je stappen zet, dat je dat met de beste moet doen. Dus toen koos ik voor Sarayda. Wat ik merk in het traject met Sarayda is dat ik echt ook een stuk dieper ga in wat ik mag laten zien aan de wereld. Dus ik ben niet alleen maar goed in financiën, maar ik mag ook laten zien dat ik Femke ben en wat ik daarin te vertellen heb. En dat vind ik echt heel leuk en ook een beetje spannend, maar ook echt heel leuk. En ik voel ook dat daar echt wel heel veel kansen voor me liggen. Ik zit op het punt in mijn onderneming dat mijn ambities steeds groter worden en dat het zichtbaar worden steeds belangrijker wordt. En dat ik daar dus ook echt in wil investeren. Dat ik echt wil investeren in hoe ga ik dit bereiken, hoe ga ik dit doel bereiken om business famous te worden. En dat maakt dat ik echt nu ook deze stap heb willen zetten. Ik ben hartstikke druk, dus eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor nieuwe programma's en vormen van 1-op-1 coaching. Maar als ik mezelf afvraag wat is nu op dit moment in de fase in mijn bedrijf echt belangrijk, dan is het die zichtbaarheid. Dus ja, dan ben ik het aan mezelf en mijn bedrijf verplicht om ja te zeggen tegen zo'n traject. Wat ik heel goed vind aan het werken met Sarayda, bijvoorbeeld tijdens de media trainingsdag, is ze heeft natuurlijk onwijs veel ervaring in de media. Dus ze weet echt de juiste vragen te stellen. Maar ze weet je ook te vertellen waar een journalist op let en wat een journalist wil horen. Welke valkuilen te vermijden. En dat is hele waardevolle real-life informatie. Want het komt wel van iemand met heel veel verstand van de business. En dat is echt super fijn en leerzaam. Ik zou dit traject zeker aanraden aan ondernemers. Ondernemers die zeggen, het wordt tijd om zichtbaar te worden in de media, zou ik zeggen. Dan moet je naar Sarayda.